jongens en meisjes, ik heb voor jullie vandaag iets heel groots. En waarschijnlijk ga ik dit opdelen in een paar delen. Dus dit is dan deel 1. En dit is een BCBM van Marktplaats. En zoals je ziet heb ik deze twee tins gekocht. Dit hele stapeltje. En dat hele stapeltje zat eigenlijk in de binders die ik erbij heb gekregen. En dit is er bijvoorbeeld één van. Dit is zo'n hele kleine Neopets binder. Ik heb alle kaarten trouwens eruit gehaald. Omdat het makkelijker is om te laten zien. Hier was ik ontzettend blij mee. Deze binder. Dit is een old school Pokémon binder. Met de gewone base set Pokémon erop. Ik ben hier heel blij mee. Hij is natuurlijk leeg. Ik heb alles gewoon eruit gehaald. Deze heb ik erbij gekregen. Dit is de Diamond and Pearl binder. Ook de kleine versie. De vier dingetjes versie. Vier kaartjes versie. Ook deze heb ik erbij gekregen. En... oh. Hier zit wat vast. Deze grote van de Neopets. En dit is een hele nette binder eigenlijk. Ja, behalve deze pagina is heel erg schoon. En gewoon een grote binder. En dat is echt heel erg goed om mijn kaartjes daarvoor op te bergen. Ik ga ze even aan de kant zetten. En dit allemaal heb ik gekocht voor een ontzettend klein prijsje. €5. Het hele stapeltje. Ik heb dit stapeltje wel even uitgezocht. Niet goed gekeken wat er allemaal tussen zit. Maar even uitgezocht om het makkelijker te laten zien. Ik heb wel de energies eruit gehaald. Want ja, dat is toch een beetje saai. Ik heb deze eruit gehaald. Een Ekans. Een topskaartje. Energies. Iemand geïnteresseerd in de half deck energies van Manaphy. En van Lucario. Laat het me weten. Want ik heb er ontzettend veel van, zoals je ziet. Oh ja, en ik heb de base set energies bijgekregen. En de fire base set energies. Dus als jullie dat willen, dan kunnen jullie dat eventjes in de comments achterlaten. Dan, ja, of een mailtje sturen, dat is makkelijkst. En dan reageer ik ook gelijk. Ik heb deze kaartjestromen uitgehaald. Dit zijn allemaal neppe kaartjes. Deze is heel mooi gemaakt. Maar dit is helaas allemaal nep. Helaas, Absol, hele mooie. En Kabutops. Nou ja, ik ga er sowieso een apart filmpje over maken. Hoe je neppe kaartjes kan herkennen. En ik heb namelijk zelf gisteren nog een aankoop gedaan. Wat eigenlijk ontzettend jammer was. Ik heb pakjes besteld van Diamond and Pearl series. En dat waren allemaal neppe pakjes. Helaas. Maar daar komt een apart filmpje over. Er zat ook tussen dit soort kaartjes. Bakugan kaartjes. Ik doe er niks mee. Als jullie ze willen, laat het me weten. Dan kunnen we misschien ruilen voor Pokémon kaartjes. Deze is ontzettend hard en dik. Zoals je hoort. Ik weet niet waar dit voor allemaal bedoeld is. Die zat er tussen. Een hele neppe Yu-Gi-Oh! Kaart. Een Chinese zelfs. Maar hier staat het in het Engels. Dus dat is... oh nee, het is geen Engels. Ik denk dat dit Spaans is. Ik heb wel twee echte kaartjes. Armored Dragon. Misschien vind ik daar kopers voor. Want ik ken mensen die dat wel eens opkopen. Ik heb twee muntjes erbij gekregen. Een Dialga blauwe muntje. Heel mooi. Heel mooi blauw. En de achterkant is gewoon Pokémon zwart. En deze. Hier ben ik echt ontzettend blij mee. De Manaphy muntje. En kijk hoe het glittert. Kijk hoe mooi die is. Hij is echt heel schattig. Ontzettend blij mee hier. En ik ben sowieso heel erg blij met dit hele aankoop. En ik heb hier ook nog van de half deck de bench en zo gekregen. Waar je het op kan spelen. Ik ga hem niet helemaal openmaken, want dat ding is echt huge. En ik heb daar ook de regels van gekregen. De quick start en de two trainers kit. Nou, zoals je ziet, hier is de bench. Eigenlijk zo ziet het eruit als die helemaal open is. Nou, dit ga ik nog voorlopig denk ik even bewaren. Ik heb ook nog dit ding bijgekregen. Mensen die geïnteresseerd zijn, laat het me weten. Geen idee waarvoor dit is. Ik ben niet zo van voetbal. Oh, en ik heb nog een heel stapeltje van gewone energies. Als jullie spelen en jullie hebben energies nodig. Deze zijn gewoon zonder set. Dus die mogen gebruikt worden. Laat het me weten. Ik heb ontzettend veel. Zo. En we gaan nu over op de kaartjes. En ik begin gewoon
met een stapeltje. En dan werken we vanzelf helemaal hier naartoe. De tints heb ik niet uitgezocht, dus dat is een hele verrassing. Dit ja, ken ik allemaal wel een beetje. Maar we gaan even kijken. En ik hoop dat mijn camera goed focust, want dat is wel de bedoeling. Professor ook. Tengela van de BZ, Nederlands. Als je sommige dingen hier tussen zit, wat ziet, wat je nodig hebt, laat het me weten. Want heel veel dingen zal ik waarschijnlijk al hebben. Maar ik heb ook een aantal dingen gezien zoals dit, van de oude series. De E-series vooral. Die heb ik allemaal niet, dus die wil ik allemaal ook houden. Ik ga dit allemaal sowieso uitzoeken. Hiervan heb ik maar één van elke kaart nodig, zoals je ziet, een boeizel van de Manaphy Half Deck. Als je er een wil, laat het me weten. Kunnen we ruilen. En Charmander, Primplup. Nederlandse kaarten bewaar ik sowieso niet. Dus als jullie dat willen, laat het me ook weten. Er zitten hele leuke kaartjes tussen. POP 9 en een hele mooie holo eigenlijk. Dit is een reverse. Jammer dat je die glittertjes niet ziet. Oh, zo. Dit is nog de oude. En dat is echt een hele mooie holo patroon. Jammer dat ze dat nu weg hebben gehaald. Een echt grappige Magikarp. Er zit echt van alles tussen. Oude sets, nieuwe sets. En dat allemaal voor 5 euro. Hier zitten ongeveer, denk ik, 800 kaartjes als het niet meer is. Samen met de tins. Het is echt wel leuk. En een reverse Primeape. Sommige kaartjes zijn echt in hele goede conditie. En sommige zijn in slechte conditie. Maar dat maakt niet uit. Dat had ik wel verwacht. En dat verwacht ik ook meestal als ik zoiets opkoop via Marktplaats. Hitmontop. Plus Power. Standler. Switch. Voltorb. Een paar keer. Ik heb ze niet uitgezocht op ja, serie of soort, dus je ziet hier gewoon alles voorbij komen. Sommige zijn dubbel, deze is echt vet. En dit is echt een hele mooie. Een holo Rayquaza. Je ziet de holo niet, want dit is een EX Delta species. En de holo is dan de Pokémon zelf. Je ziet hem echt amper. Maar de randen zijn goud. Ik kan hem niet eens laten zien. Een beetje. Oh zo. Zo zie je dat hij een beetje holo is. Ontzettend mooi. Hele goede conditie. Neermint. Echt heel goed. Ik ben er ontzettend blij mee. Toen ik die zag, dacht ik echt van wow. Dit zijn namelijk ontzettend oude kaartjes. Die boosters worden niet meer. Oh, deze heb ik niet gezien. Hoe vet. Dark Weezing. Ziet er vet uit. Shellos. Magnemite. Grimer. Magmar. Meditite. Oh, momentje. Sorry, werd geroepen, dus ik had hem even op pauze gezet. Volgens mij. Ik zit echt de hele tijd te twijfelen of kaartjes echt zijn of nep zijn. Want ik heb dus best wel veel neppe kaartjes eruit kunnen vissen. Maar soms zie je het niet, omdat het zo goed nagemaakt is. En ja, ik wil gewoon niet neppe kaartjes in mijn verzameling. Ja. Deze is Reverse Psyduck. Hele mooie. Kijk, Nia. Magnemite, Lickitung, Primplup, Poochyena, Galpin, Bunnery van POP 9, Slowking, Magmar, Nidoqueen, Swellet, Lily, Reverse, Metang, Glowvile, Swellow, Absol, Reverse, Ponyta en een Growlithe. Even kijken, ik heb nog een minuut en ik hou gewoon de filmpjes ongeveer 10 minuutjes. En dat is denk ik ook wel fijn om te kijken. Laat me weten of jullie de filmpjes langer willen zien. Anders maak ik hem gewoon langer. Dat maakt niet uit. Even kijken. De Goldeck First Edition. Maar dat is wel Nederlands. Jammer. Ho. En dit zijn weer de kaarten van de Half Deck. Totodile. En dit is een Latios. Echt heel vet. Steelix. Er zitten heel veel rare kaarten tussen. En heel veel kaartjes die ik ook heb. En waarschijnlijk zijn die straks trail. Dus als je nog... Oh, deze is mooi. Dit is de promo. Arceus. Niet in al te beste conditie. Ik heb er al een paar van sowieso zelf.
Maar dingen die ik dubbel heb zijn sowieso trouw. Ik ga begin november een filmpje online zetten van alles wat ik trouw heb. Oeh, Holo Electrowire. Hele mooie. En een hele goede conditie. Wauw. Oké. Remorate. Maar ik ga dus een trade en sale binder begin november online zetten. Dan kunnen jullie kijken wat je allemaal aan sets kan aanvullen. Ik heb dus heel veel van verschillende sets nu beschikbaar. Ook commons en uncommons. Nou, dit waren de 10 minuutjes. En ik ga de volgende keer weer verder. Dus blijf kijken voor deel 2. Doei doei!